Heb jij de opnameformulieren gezien? Ja. Van wie? Kamer 409, meneer Wringer. Vannacht via de RBO binnengekomen. Oh, die? Nee. Zijn die gegevens dan niet overgedragen? Weet ik niet, maar ik kan ze nergens vinden. Reinie, heb jij de opnameformulieren gezien van meneer Wringer, kamer 409? Nee, die moeten nog gemaakt worden. Hij is opgenomen omdat zijn thoraxfoto's niet in orde waren. En bij wie komt u onder behandeling? Bij Van Lennep. Hier, Peter Wringer, 51 jaar, temperatuur 38,2, tensie 130,80, pols 84, infuus 6 uur per kolf. Zijn algemene anamnese moet nog worden gemaakt, maar hij was vannacht niet aanspreekbaar. Onder invloed? Ja, en agressief. Ze hebben hem gesedeerd. Suzanne? Ja? Komt Ingrid vandaag? Ja, die heeft een afspraak bij de gynaecoloog. En? Hoe is ze? Ik ben geen doorgeefluik. Ben je zelf nog niet bij de langs geweest dan? Jawel. En dan weet je toch hoe het met haar gaat? Ik wil me niet zien. Laat hem maar even met rust. Komt wel goed. Zo, zo. Ja, de heren hebben hun best weer gedaan vanmorgen. Overigens gefeliciteerd. Ja, bedankt. Ja, het is nog maar het begin. Nou, ik vind het een goede stap. Welke richting kies je? Ja, ik twijfel nog tussen beroepsinnovatie en management. Nou, ik zou het wel weten als ik jou was. Ja? Management? Dacht van wel, ja. Daar kom je tenminste mee vooruit. De opleiding duurt 2 jaar part-time. Oh, jongen, die tijd is om voordat je het weet. Dat is 2 jaar keihard werken. Ja, maar dan heb je wel de papieren, jongen. En papieren is alles voor zo'n leidinggevende functie. Hé, ze gebruiken die piepers niet voor niets. Rustig, mijn dienst is nog niet eens begonnen. Hoi. Leg neer dat ding. Ga opzij. Ik blijf hier niet langer. Ik wil naar huis. U blijft in uw bed. Rustig. Raak me niet aan. Ik wil naar huis. U kunt niet naar huis. U bent ziek. Ik ben helemaal niet ziek. Rustig. Heb je pijn? Nee. We kunnen alleen maar voor je zorgen, maar dan moet je ons wel de kans geven. Hij zat de hele nacht zo bezig. Ja, doe serenase bij de volgende firma injecties. We houden hem voorlopig kalm. Wringer. Wringer, kijk me aan. Ik tolereer hier absoluut geen agressiviteit tegen het personeel. Begrepen? Als je verder geen trammeland maakt, dan kun je hier blijven totdat de uitslag van het onderzoek bekend is. Nou, rustig maar. Het komt allemaal best in orde. Je hoeft je geen zorgen te maken. Hou maar even rustig adem, hè. Probeer te ontspannen. Zo maak ik ze zelden mee. Oh. Nou, deze man die moet ongetwijfeld veel pijn lijden. Maar hij gedraagt zich alsof hij een verkoudheid heeft. Ja, niemand vertelt hem ook iets. Nee, dat is zo. Maar ja, we moeten eerst een diagnose maken. Ik heb alleen nog maar de thoraxfoto's gezien die vannacht gemaakt zijn. Ik zeg niks. Ik heb het gehoord. Ik wil best met je praten, maar je moet niet uit gaan zitten horen over Ingrid. Dat begrijp ik. Ben je niet opgelucht? Hoezo? Nou, dat het niet doorgaat? Nee. Je wilde toch geen baby? Dat wil ik wel. Je hoeft er van mij niet omheen te draaien, hoor. Suzanne, je weet dat ik me heb laten onderzoeken. De kans dat iemand zwanger van mij raakt is minimaal. Maar Ingrid was wel zwanger, toch? Een kans van 7% en je kent toch Ingrid? Wat bedoel je daarmee? Als je met haar uitgaat, ga je niet alleen met haar uit of naar de bioscoop. Nee, je gaat niet aan de bed. Zo zou je het kunnen zeggen, ja. Daar was je toch zelf ook bij? Dat ik er niet onmiddellijk geloofde, was niet alleen mijn schuld. Ze ging niet alleen met mij. Oh, nee? Dat wil niet zeggen dat ik geen gevoel voor haar heb. Zo'n miskraam is anders geen kleinigheid. Dat weet ik, ja. Daarom was ik ook bij haar aan de deur. Maar het zeggen dat... Dat je van haar houdt? Ja. Hey, kom op, jong. Ik weet best dat het voor jou ook moeilijk is. En u had steek in uw hart. Ja, en ik heb van die opvliegers. Dan heb ik het toch benauwd.
Ja, maar ik heb u gisteren net nog helemaal onderzocht. Ja, maar ik heb soms zo'n pijn, dokter. Zullen we de zekerheid niet de ECG maken? Ja. Jawel, maar het is met uw ziekte belangrijk dat u beweegt en dat u niet de hele dag in bed ligt. Ja, maar ik ben zo moe. Doe het toch maar. Loop de gang maar op en neer. Maak maar wat buig en wat strekoefeningen. Dat kan ik niet opbrengen, hoor. Kom op, even flink zijn. 3 keer per dag, minimaal. Nou, dikke, zou je niet eens beginnen? Hoor ik iets? Is daar iemand? Nee, we moeten die uitslagen vandaag hebben. Ja, dat is mijn probleem niet, dat er 2 laboranten ziek zijn. Ik wil vandaag het SGOT en het SGPT hebben. Ik ben deze week 1 kilo aangekomen. Mm. Kan je het al zien? Nou, ik krijg eindelijk een stieten. Welke kamer heeft iedereen? Hey, Thomas. Hallo. Zit je niet op Gran Canaria? Ja, de moeder heeft me gebeld en ik ben onmiddellijk hier naartoe gekomen. Op welke kamer ligt u? Rustig, rustig. Vertel me dan op welke kamer ze ligt. Jij kan zo niet naar haar toe. Oh nee. Jan, hou hem tegen. Thomas. Hé, hey, Jan, Thomas, kijk toch uit, man. Kijk zelf uit. Thomas, dit kun je toch niet maken? Thomas, wacht even. Thomas, je bent over je toeren. Ja, natuurlijk ben ik over mijn toeren. Vind je het gek? Waar ligt ze? Goed. Hier of op neurologie? Hier, kamer 416. Thomas, je kunt er niet zo ver naar binnen gaan. Ik heb 2000 kilometer gereisd. In een vrachtvliegtuig. Ik heb een taxi genomen en ik ben onmiddellijk hier naartoe gegaan. En u zou niet bij haar mogen? Ja, dat is allemaal heel mooi, maar Irene is ernstig ziek. En ze is mijn vrouw. Ze is nog steeds mijn vrouw. Tamma. Laat ze maar even. Irene. Thomas, wat doe jij hier? Ik wil erbij zijn. Alsjeblieft, houd toch op. Irene, luister. Ga weg. Luister nou dan. Ga weg! Irene, alsjeblieft, luister! Ga weg, ga alsjeblieft, weg! Ga weg, ga weg, ga weg, ga weg, ga weg, ga weg! Ga weg! Irene, ik wil hem niet zien. Wie heeft hem gewaarschuwd? Je moeder. Ze had me zo beloofd het niet te doen. Ga naar huis, Thomas. Ga slapen en kom dan terug. Nee, ik wil weten wat er aan de hand is. Dat kan ik nu nog niet zeggen. De moeder deed zo hysterisch. Die zei dat iedereen. Huis, Thomas. Nee, ik ga niet weg voordat ik het weet. Het hele verhaal en het onderzoek wijst op een tumor in de linkerhand van de hersenen. Maar Thomas, dat. Doktersvoorschrift. Goedemiddag. Heeft je onder het huisje gezeten? Hè? Waar? Welke dag? De slagroom zie je nog van je gezicht. De zinking is sterk verhoogd. Ja. Rustig, mevrouw Overton, rustig. Nou, niet overdrijven. Waar is dat mens? Waar is dat mens? Meneer de Jong, u loopt zonder krukken. Ja, dat kan er wel wezen. Maar waar ziet die slagroom uit? Tweede deur rechts. Daar zal de fysiotherapeut blij mee zijn. Waarmee? Die probeert meneer de Jong al een week aan het lopen te krijgen zonder krukken. Kan ik voor je doen, Dick? Ik probeer je medewerking te krijgen om een patiënt te behandelen. En dan schrijf jij in zijn status geen kandidaat voor therapie.
Stefan Bertsma? Ja. Die laatste serie bestralingen heeft geen enkel resultaat gehad. Ja, en daarom wil ik zo snel mogelijk met chemotherapie beginnen. Dat lijkt mij weinig zinvol. De patiënt en zijn vrouw hebben om behandeling gevraagd. Dat is best mogelijk. Maar hij is ongeneeslijk ziek. En wat kan hij ermee winnen? 1, 2 maanden hooguit. 1 jaar. Of langer. Zijn vrouw wil dat we voor zijn leven vechten. Niet dat we het opgeven. Ik heb met haar gesproken. Nou? Ze beseft niet dat haar man stervende is. Goed. Goed. Ik zal je weigering binnen de oncologische commissie bespreken. Meneer en mevrouw Bertsma zouden er meer mee gebaat zijn als iemand de moeite nam om hen te begeleiden. Bovendien kunnen ze de tijd die hen nog rest beter aan elkaar besteden. Jij neemt deze beslissing op basis van medelijden, Paul. Heb je al een nieuwe chef de kliniek benoemd? Nee, nog niet. Doe het snel. Irene. Echt sap, zelf geperst. Oh, wat lief van je. Oh. Thomas en ouders. Ja, een hele aardige mens. Ik mag ze graag. Het is wel een driftkikkertje, hè, die man van jou. Ik wil hem ook niet meer zien. Nou, hij is wel meteen teruggevlogen. Ja, nou en? Is hij er nog? Nee, niet op de afdeling. Ik haat hem. Ik zeg ook niet dat je het hem moet vergeven, Irene, maar... Maar wat? Hij is teruggekomen uit Gran Canaria en binnen 24 uur. Nou, dat zegt toch wel wat. Wel, hij geeft wel om me. Hij blijft een versierder. En een verschrikkelijke egoïst. Nou, ben je nou niet een beetje te streng? Denk je dat dit de eerste keer is dat hij er met de ander vandoor gaat? Vorig jaar had ik zo'n antibiotica-kuur, weet je nog? Ja, voor die darminfectie. Thomas had wat opgelopen buiten de deur. Grijp je? Dokter Van Lennep komt straks bij je langs. Hoe laat? Weet ik niet. Heb je nog pijn? Nee. Mooi. Beste. Ja. Oké. Wil je geschoren worden? Nee, ik kan het zelf wel doen. Mm-hmm. Zo. Jij dacht vanochtend, ik breng wat leven in de brouwerij. Hm? Ja, ze wilde me, hoe heet zoiets, hoe heet zo'n ding, in me doen om te kunnen plassen. Dat is een katheter. Gaat het altijd zo hier? Je vasthouden? Ze zo met je sollen. Ik heb niks overgehouden van het ongeluk, hoor. Niks gebroken. Alles werkt nog. Heeft de arts niet gezegd waarom je hier bent? Ja, een onderzoek. Maar ik heb niks. Weet jij waarom ze me hier nog langer vasthouden? Ze onderzoeken je longen en je luchtwegen. En daarom spuiten ze me bijna plat. Overdrijf niet zo. Er is niks aan de hand met mijn longen, hoor. Ik kan uitstekend ademhalen. Kijk maar. Zie je wel? Zo. Nou, dat ziet er goed uit, hoor. Kom er maar af. Heb je veel bloed verloren? Nee, het viel mee. Hoe lang duurde het? Ik kreeg de eerste wee rond 5 uur 's middags. En 's avonds om 11:30 was het voorbij. Was het je eerste zwangerschap? Ja. Ja, heb je nagedacht wat je met je anticonceptie wil?
Nou, in ieder geval geen spiraaltje meer. Nee. De betrouwbaarste methode is natuurlijk de pil. Heb je last van buikpijn voor en tijdens je menstruatie? Ja. Nou, dat wordt met de pil een stuk minder. Ik zou toch even een ECG laten maken om zeker te weten dat het geen infarct is. Wat ik overigens wel betwijfel. Wat adviseer jij voor een behandeling? Een bloedtransfusie en een behandeling met hydrocortison. Toch? Hé, hey, vrouw. Zeg, heb jij je ontslag nou al ingediend? Nee, nog niet. Waarom niet? Oh, er waren wat problemen met het opstarten van het onderzoeksprogramma bij Pharmaco. Ah. Je wacht even in het geval Pharmaco dat uitstelt. Ja. Echt waar? Ja. Koning, weet je wat jij bent? Nee. Een kleine rat. Pardon? Ik heb met Simon Nerings gesproken. Oh. Dat is niet zo mooi. Nee, nee, zeker als bekend wordt dat je iedereen hebt voorgelogen. Waarom heb je het eigenlijk gedaan? Ik wilde mijn promotie afdwingen. Maar ik heb een tactische vergissing gemaakt. Zeg maar een regelrechte blunder. Maar ik ben de broerste niet, ik wil je wel helpen. Waarom, als ik vragen mag? Ik wil dat Paul van der Voort zo snel mogelijk verdwijnt. Hij voert een ouderwets beleid. Ik heb geen zin om elke weigering binnen de oncologische commissie te bespreken. Dat kost me te veel tijd. Of ben jij het met hem eens? Nee, nee, nee. Ik sta volledig achter jouw aanpak. Daar was ik al bang voor, ja. Ja, oké, dat is goed. Tot zo. Ik haal eventjes iedereen op van de röntgen. Bijzondere man. Wie? Peter Vringer. De eerste patiënt die mij heeft aangevallen. Hij was gewoon van slag, Reini. Hij heeft een auto-ongeluk gehad. Hij wordt opgenomen. Hij weet niet wat hij heeft. Dan reageer je op. Ja, hij heeft longkanker. Ik vind die agressieve reactie beter dan passieve. Ik heb een hekel aan mensen die alles voor zoete koek slikken. Waarschijnlijk heb je gelijk. Natuurlijk heb ik gelijk. Ah, goed dat je van je vakantie bent teruggekomen. Irene heeft je nodig. Ach, ze wil me niet eens zien. Ja. Ze heeft me gezegd dat er wat huwelijksmoeilijkheden zijn. Ja. Ik denk dat ik de zaak helemaal verkeerd heb ingeschat. Ze was altijd doodmoe. Ze had nergens meer interesse in. Voortdurend hoofdpijn. Soms stond ze te wankelen op de benen. Maar dat is niet alles. Ze heeft last van uitvalsverschijnselen. Krachtverlies in de rechterarm en hand, oogspierparese en bewustzijnsverlaging. Dat is jou allemaal niet opgevallen? Nee. Vreemd. Je bent toch arts? Ja. Maar ik zie mijn vrouw niet als een patiënt, als een klinisch geval. En je had andere zaken aan je hoofd. Laten we zeggen dat ik de makkelijkste oplossing gezocht heb. Het neurologisch onderzoek is nog niet afgerond. Jan zegt dat alles wijst op een tumor in de linkerhelft van de hersenen. Klopt dat? Ja. Maar laten we niet op de zaken vooruit lopen. Goed aardig. Het spijt me, Thomas. Ik weet het echt nog niet. De kansen op genezing bij dit soort operaties zijn redelijk goed. Ja, als het goed aardig is. Ja. Ik weet dat de neurochirurgisch veel mogelijk is. Maar het blijft riskant. Het gevaar schuilt in een nabloeding of een hersenoedeem. Maar laten we nou eerst de diagnose van de neuroloog afwachten. En probeer het intussen wat met erbij te leggen. Ja. Heeft het lab het SGUT en het SGPT van meneer Gerrits al doorgebeld? Nee, er zijn twee laboranten ziek. Het zal wel, maar moet wel vandaag hebben. Ja, dat heb ik ze ook al gezegd.
met Ingrid gesproken? En? Ze willen niets over zeggen. Ik ben het er niet mee eens. Van Lennep deelt de diagnose pas mee als hij zeker is van de therapeutische mogelijkheden. Meneer Wringer heeft toch in de gaten dat er iets mis is? Dat heeft hij niet. Oh nee, geloof ik niets van. Hij heeft toch pijn. Ik weet niet wat je verwacht, maar wat mij betreft is het over. Ik begrijp dat je kwaad bent. Ik begrijp het helemaal niet. Ingrid, luister. Vanaf het eerste moment dat je wist dat ik zwanger was, heb je eraan getwijfeld. Dat is niet waar. En waarom dan al die onderzoeken? Dat is nou afgelopen. Ik kan kinderen krijgen, al is die kans klein. Dat interesseert me niet. Oh nee? Geen bal. Langs wie je nog vasthouden. Als ik dat ongeluk niet gehad had, dan was ik hier nooit terechtgekomen. Ging dit bij jou ook zo? Nee, ik wist dat ik het had. Voordat ik werd opgenomen. Wat? De huisarts zei het me. Ria, dit is Peter Wringer. Peter, dit is mijn vrouw Ria. Daar. Ah. Waar is Wouter? Thuis. We hadden afgesproken dat je hem vandaag mee zou nemen. Morgen. Ik heb straks een afspraak met de arts. Waarover? Dat hoor je nog wel. Bovendien vind ik een ziekenhuis geen prettige omgeving voor een kind. Ik wil hem zien, Ria. Morgen. Beloof je het? Tuurlijk. Anders kom ik te laat. Tot zo. Ik heb een zoon. Fijne jongen. 7 jaar. Wouter heet hij. Die wil schrijver worden. Irene. Ziet u? Dit is het hart. Dat zijn de ribben. En ziet u hier die plekjes? Ja. Is dat het? Ja. Het is progressief. Wordt hij geopereerd? Een operatie bij uw man is uitgesloten. Bovendien heeft hij bronchitis. Een operatie zou zeer riskant zijn. Dokter Van Lennep zei dat u ook tegen bestraling bent. Ja, dat klopt. Bestraling is vooral bedoeld om complicaties van het doorgroeiende gezwel te voorkomen. Maar hoe gaat u mijn man dan behandelen? Nu we met de bestraling zijn gestopt, knapt uw man weer op, zodat hij naar huis kan. Naar huis? Ja. En hij is ziek. We stoppen met de bestraling, maar we gaan door met de pijnbestrijding. Geeft hem zomaar op. Hij heeft nog nooit ergens voor gevochten. Dit is zijn laatste kans. Die pakt u zomaar van hem af.
Dat ziet u verkeerd, mevrouw Bijsma. Nee. Ik wil niet dat hij opgegeven wordt en ik wil niet dat hij het opgeeft. Dit is zijn laatste kans. Mevrouw Bijsma. Een gevecht heeft alleen dan zin als er een kans is op genezing. Hij heeft geen keus. Hij moet vechten. En u moet vechten. Zijn einde nadert. Nee, dat kan niet. We kunnen toch niet thuis gaan zitten wachten? Nee. Dat wil ik niet. Snel zo. Dat heb jij mooi gedaan. Dank je. We zullen je op handen dragen. Waar? In Tanzania, waar anders. Zou het niks voor jou zijn? Wat? Chirurg in Afrika? Ja. Nee, dank je. Doet mij te veel denken aan de jongensboeken die ik vroeger gelezen heb. Biggles in Afrika. Het is vol avontuur, midden in het oerwoud, ver weg van de stad. Er stond niks voor een man alleen. Een paar jaar heb ik het helemaal voor elkaar. Oh ja? Ja, ik heb me ingeschreven voor die vervolgcursus. Dus voor je het weet, ben ik manager van een ziekenhuis. Zo, dat klinkt veelbelovend. Ja. Nou, ik zal hard moeten aanpakken hoor. Hier werken en dan nog studeren ook. En voor de rest zal er niet veel anders overblijven. Er blijft natuurlijk wel erg weinig tijd over voor mij. Jij zit anders om mij ook niet te springen de laatste tijd. Oh, sorry hoor. Nou, misschien maak ik voor jou nog wel een uitzondering. Zeg, eet jij eens door. Je moet eten voor twee. Ik heb geen trek. Waar pieken je over? Peter Vringer, hij doet me niemand denken. Aan wie? Het is net alsof ik hem al jaren ken. Ken je dat? Oh ja. Heeft Van Lennep al met hem gesproken? En hoe reageerde hij? Je kent Van Lennep. Alles in telegramstijl, kort en afgemeten. Ja, zo is die. Toch heb ik geen hekel aan hem. Mag hem niet. Ik vind hem te klinisch. Hey, lekker. Ik heb echt honger. Zo. Jammer dat ze hier nooit pasta hebben. Ben ik gek op. Zeg, wist je trouwens dat je beter kanker kunt hebben dan aids? Waarom? Nou ja. Dan krijg je tenminste nog eens een keer bezoek. Nou eet jij nou maar eens, hè. Verkoop geen flauwe grap. Het smaakt ook werkelijk naar niks. In de keuken denken ze dat we hier allemaal dieetpatiënten zijn. Nee, niet doen. Als jij niet van flauwe grappen houdt, hoef jij ook niet flauw te eten. Lisa. Lisa. Lach eens. Om zelf? Je kijkt altijd zo ernstig. Daar houden ze in Tanzania helemaal niet van, hoor. Hoe weet jij dat? Nou, lijkt me een vrolijk volkje. Helemaal niet. Ah. Kom maar in kwel. Dan hoor jij juist te stralen. Hou je op. Verstraald ben je anders ook niet, hè? Ben je eigenlijk echt blond? Wat denk je? Ja. Het valt natuurlijk te controleren. Zie je wel. Dat heb ik altijd gelezen. Hm? Bij gebruik verandert het karakter. Klopt dus.
Zeg, hoe was het bij de gynaecoloog? Goed, ze hebben me geadviseerd de pil te gaan gebruiken. Geen spiraaltje meer. Ik dacht dat ik mijn potje wel gehad had. Wat gebruik jij? Niks. Nou, dat vind ik stom. Wil je soms ook bij toeval zwanger worden? Dat gebeurt niet. Suze. Dat kan iedereen gebeuren. Mij niet. Waarom ben je daar zo zeker van? Het gebeurt gewoon niet. Irene, alsjeblieft. Wil je me aankijken? Nee. Dit is nou al de tweede keer dat je me belazert en ik word er ziek van. Ik word er echt ziek van. Schat, het stelde echt niks voor. Oh nee? Was het misschien niet meer leuk met Emma? Doe het niet zo kinderachtig. Kinderachtig? Ik? Eerst ga jij met een ander. Dan voed ik je kind niet goed op. Dan mag ik niet werken van je. En dan ga jij met oppas naar de Canarische eilanden. Waarom sta je hier nog eigenlijk? Omdat ik bij je wil zijn. Als ik thuis ben, dan wil je niet bij me zijn. Maar als ik met een tumor in mijn kop in het ziekenhuis hier ligt, dan kom je met hangende pootjes aanzetten. Zo is het niet en dat weet je zelf ook. Ik zag toch niet wat er werkelijk aan de hand was. Ik bedoel, je was altijd afwezig. Je had voortdurend hoofdpijn. 'S Avonds lag je om 8 uur te slapen op de bank. Ja, en dat geeft jou zeker het recht om er met de oppas vandoor te gaan, hè? Ik dacht dat ons huwelijk niet meer klopt. En wat voor huwelijk? Huwelijk? Wat voor huwelijk hebben we dan? Dat als ik ziek ben, dat jij me gelijk laat vallen. Noem je dat nou liefde? Hè? Noem je dat nou liefde? Zeg het nou zelf. Noem je dat liefde? Geef verdorie antwoord. Noem je dat liefde? Nee, dat noem ik geen liefde. Precies. Ga alsjeblieft niet aan jou kiezen, want daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Is die reden niet goed, dan nemen we wel een of andere trut. Er zit gewoon geen sprankje liefde bij je. Helemaal niets. Je reinste egoïsme. Zo is het niet gegaan. Zo is het wel gegaan en dat weet je heel goed. En donder dan maar op. Ga weg. Hier, donder op. Ga weg. Weg. Ik wil je niet meer zien. En neem je bloemen op maar mee. Kom voor de heer Vringer. Betreft het ben ik. Wat wil je van me? 10 cc bloed. Gebruiken jullie mij als bloeddonor? Dat is de derde keer vandaag. Het is voor uw bloedonderzoek. Een opdracht van dokter Van Lennep. Kan me niet schelen. Dus u doet het niet? Ja, laat die Van Lennep mij maar eens komen vertellen wat er aan scheelt. Ja, ik zal het aan hem doorgeven. Zeg. Ja, doe dat maar. Simon, tot ziens. Ja. Zie je. Sinds wanneer opereren jullie in de middag? Hallo Jan. Hi. Druk, druk, druk. Het schema is overvol. Je wilde me spreken? Ja. Het gaat over die collega van jou. Over wie? Erik Koning. Oh. Ik vond hem heel geschikt. In zeker opzicht, ja. Maar hij probeert mij te manipuleren. Waarom? Dat weet je denk ik zelf wel. Hij wil jouw stem namens de maatschappij chirurgie voor de opvolging van Van der Voort. Precies. Maar de manier waarop. Ja? Nou ja, dat doet er ook niet toe. Maar hij probeerde diezelfde truc als dat farmaco-verhaal waarmee hij Van der Voort probeerde te vervangen. Jij krijgt mijn stem. Oh, dankjewel. Heb ik dat aan Erik te danken? Nee, ik was te lang van plan. Nou, bedankt Simon. Graag gedaan. Hé, wat voor truc gebruikt Erik nou bij jou? Dat is niet belangrijk. Gezellig. Thee uit een kannetje. Hm? Ben je getrouwd? Alleen? Ja. Wat doe je voor de kost? Ik heb een groothandel in water- en brandschadematerialen. TV's, koelkasten, fornuizen. Dat is alles waar je in de stekker voor in de muur moet steken. Verdient dat goed? Ach, rijk word ik er niet van, maar het is wel genoeg. En daarvoor schilderde ik lichtmasten en bruggen. Nou, ik durf te wedden dat je wel eens over een brug hebt gereden die ik heb geschilderd. Dus eigenlijk ben je schilder? Nee, maar ik had al ervaring met hoogwerk. Hoogwerk? Ja. Heb jij kinderen? De eerste zit in mijn buik. Ah, maar... Kwam jij als kind wel eens in de circus?
Oh ja, elke zomer in Scheveningen bij Circus Strasburg. Ja? Ja. 1959? 1960? 1961? 60? 1960. Ja, herinner jij die trapezewerkers daar in de nok van de tent? Oh ja, ja. Daar was ik bij. Wat, echt? Ja, dat waren mijn gouden jaren. Wanneer komt de baby? Over 6 maanden. Oh, dat halve jaar vliegt zo voorbij. Waarschijnlijk leef ik dan niet meer. Wat bedoel je? Ik heb al 3 maanden lang bloed in mijn spuug. Waarom ben je toch niet gelijk naar een dokter gegaan? Ik heb geen trek. Je moet iets eten, Irene. Ik moet helemaal niks. Anders verwacht je om 3 uur. Heeft hij de uitslagen? Dat maakt van niet. Heb je nog hoofdpijn of helpen de medicijnen? Het is wel wat minder geworden, ja. Zal ik Thomas even roepen? Thomas? Ja, die zit hier in de conversatiezaal. Heb ik niks mee te maken? Echt niet. En hoe voelt u zich? Gaat wel, dokter. Ik heb gehoord, mevrouw Bijlsma, dat u bij dokter Van der Voort bent geweest. Ja. Hij heeft u waarschijnlijk verteld dat er wat nieuwe symptomen zijn. Wat tumormerkstof in het bloed, een kleine vlek op de linkerlong. Ja, en hij zei dat het doorgroeide. Het feit dat de ziekte zich een tikkeltje heeft verspreid is nog geen reden tot alarm. Wij geven de hoop niet op. Meent u dat, dokter? Het komt vaak voor met dit type ziekte, maar gelukkig zijn we niet afhankelijk van één medicijn. We werken met combinaties en die zijn heel effectief. Maar dokter Van der Voort die wil stoppen met de behandeling. Juist, ja. De radiotherapie en de chirurgische therapie. Maar wij kunnen met chemotherapie nog heel wat beginnen. Dus u geeft mijn man niet op? Nee, mevrouw Bijlsma. Daar is geen sprake van. Dank u, dokter. Dank u. We blijven vechten. U hoeft zich geen zorgen te maken. Daar zijn wij voor. Ik heb goede hoop dat we wat kunnen doen met een combinatie van vincristine en cisplatina. Wat zijn de bijwerkingen? Normale klachten. Beenmerg, depressie, doofheid, neuritis, braken. En de toxiciteit is geen probleem? Nee. Kijk, elke cisplatina-toediening doe je samen met een geforceerde diurese. Ik ben blij met patiënt Bijlsma. Hij geeft ons tenminste de kans om te experimenteren met het toedieningsschema. We beginnen met een 5-daags. Is dat niet te zwaar? Nee. Oh, voordat ik het vergeet. Ik kreeg een telefoontje van het lab dat Vringer weigerde zich te laten prikken. Kun jij erachteraan? Ja, een lastige man die Vringer. Ja, maar jij kan hem wel aan. Ik ga daar. Gaat u nog van me te goed? Dat is nou aardig. Alsjeblieft. Ja, eigenlijk zou ik u dankbaar moeten zijn. Mij? Hoezo? Nou, die fysiotherapeuten. Die kon zijn oren niet geloven toen die hoorde dat ik zonder krukken had gelopen. Dankzij mij. U ziet het. Wij dikke mensen zijn er niet voor niks. Nou, u heeft een prachtig uur. Zullen we het samen delen? Thomas is de hele dag al in het ziekenhuis. Ik heb echt met hem te doen. Nou, ik vind dat Irene anders wel een beetje meer begrip kan opbrengen. Tineke. Ja. Jij kent Irene het beste. Waarom ga jij niet eens met haar praten? Het is haar huwelijk, Reini. Ja, maar naar jou luistert ze. Heb ik zo gezag. Ja, ja. Nou ja. Proberen kan altijd. Nou, dan ga ik maar weer eens, hè? Ja. Dag. Dag. Heeft u
misschien iets aan uw voet? Nee hoor. Alsjeblieft. Dat loopt het makkelijker, hè? Precies. Kun je hem echt niet vergeven? Nee. Hij heeft zijn goede wil getoond. Wat wil je nou nog meer? Wat moet hij doen om jou te bereiken? Helemaal niets. Stel dat je diagnose slecht is. Kun je er dan alleen aan? Nee. Ben je te trots om je hoofd te buigen? Nee, je begrijpt het niet. Doe nou, Irene, mij kun je het toch vertellen? Kijk, ik ben nu al 3 jaar met Thomas getrouwd. En de problemen die wij al niet gehad hebben. Ben je hem kwijt? Ik vertrouw hem niet meer. Maar als je van hem houdt, moet je nog 1 keer het risico nemen. Ja. Mevrouw Hoogvelds heup geneest goed. Ze kan over een week naar huis. Nou, mooi. Wanneer krijg ik nou eindelijk eens die trouwkaart in mijn brievenbus? Erik, ha op. Zo te zien duurt het nog wel even, of niet? Bemoei je er niet mee, wil je? Collegiale interesse, dat is alles. Beetsma. Nee, die heb jij de status van Beetsma? Nee, die heeft van Lennep. Ik heb er lang over nagedacht en met mevrouw over gesproken. Maar ik zie toch maar af van die job bij Pharmaco. Waarom? Ik weet dat het verleidelijk is. Zeker financieel, maar ik vind het toch belangrijker om mijn ideaal te volgen. En dat is? Werken in een ziekenhuis. Werken met patiënten. Mooi. Dat is goed nieuws. Dank u wel. Zo, ik heb het hem gezegd. Wat? Dat ik afzie van die job bij Pharmaco. Ja, wel lef. Bluffpoker, jongen. Jouw vader heeft je laten vallen en die klap die hebben wij allemaal gehoord. Ik zou mijn mond mouwen als ik jou was. Zolang jij je vriendin in een stront laat zakken. Goed zo, Erik. Beter liegen dan een vrouw bedriegen. Dus je wist dat je ziek was? Wegduwen, wegduwen. Je kent dat toch? Als je nou niet was opgenomen door je ongeluk, was je dan door blijven lopen? Ik denk van wel. Maar de pijn werd steeds erger. Die is nou verholpen. Hm? Ja. Vanochtend riep je tegen iedereen die het maar horen wilde, ik ben niet ziek. Ja. Dat is een heel lang verhaal. Ik heb de tijd. Tom? Irene. Wil je me vasthouden? Ik ben zo bang. Blijft u maar rustig liggen. Het doet me goed te zien dat u zich heeft aangepast aan de regels. We wachten even de uitslagen af die morgen zijn binnengekomen en dan kunnen we met de therapie beginnen. Op het programma van morgenochtend staan een bronchoscopie en een lymfeklierpunctie. Wat zijn mijn kansen? En dat we een remissie tot stand brengen. We beginnen met een inductiechemotherapie. Ja, misschien een domme vraag, maar is dat spul giftig? Bijna alle medicijnen zijn dat. Het doel van de behandeling is de vernietiging van de kankercellen. Nee, dat bedoel ik niet. Verandert dat mijn denken, mijn gevoel? Dat zijn de bijverschijnselen, ja. Ja, in het begin bent u misselijk, moeilijke spijsvertering, haaruitval. Ik zal erover nadenken. Dat is goed, ja.
Ja, u moet natuurlijk niet vergeten dat elke dag er één is en alle bijverschijnselen zijn van tijdelijke aard. Mijn leven is toch ook van tijdelijke aard? Oh, dat is echt fantastisch. Ja, nee, ja, ik ga tegelijk zeggen. Goed, bedankt voor het bellen, hè. Dag. Oh, dit is echt fantastisch. Wat? Irene heeft alleen maar een subduraal hematoom. Onschuldig dus. Ja, relatief. Het is wel een operatie, maar het is niet ernstig. Oh, goddank. Oh, zo. Nelke, prima werk. Wat? Vringer, wat heb je met hem gedaan? Gepraat, Van Lennep, gepraat. Er is helemaal niets om je zorgen over te maken. Ze even opereren, maar het is allemaal heel simpel. Dus ik hou er niets aan over? Helemaal niets. Sanders komt zo direct bij je langs. Oh, godzijdank. Oh, hoera! Waar is Thomas? Oh, die is al naar huis. Zal ik hem even bellen? Nee, nee, ik zeg het hem liever zelf. Ik haal hem even een telefoon. Nee, 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 hoeft niet. Dat is geen moeite hoor. Nee. Er is geen haast bij.